onderging u net een ingreep voor het karpaaltunnelsyndroom in ons chirurgisch dagcentrum. Dit is hoe u vlot herstelt. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. Met behulp van een echo krijgt u een prik in de arm. Na de ingreep komt u rustig bij op de kamer. Wanneer u naar huis mag, komt uw begeleider u ophalen, want zelf met de auto rijden mag u vandaag nog niet. Zorg er ook voor dat u de eerste nacht niet alleen doorbrengt. Doe het de eerste dagen rustig aan. U mag uw hand vrij bewegen, maar kracht zetten doet u de eerste maand na de ingreep best niet. Zorg er ook voor dat het compressief verband rondom uw hand droog blijft. Tijdens het douchen of het nemen van een bad kan u het afdekken met een plastic zak of een handschoen. Masseer de wonden door zachte draaibewegingen te maken met uw duim over het verband. Train uw hand regelmatig door de vingers volledig te strekken en een vuist te maken. De oefeningen op onze website helpen u vlot te herstellen. Na een tiental dagen kan uw huisarts de hechtingen verwijderen. Het compressief verband hoeft u daarna niet meer te dragen. Een nieuwe consultatie in het ziekenhuis is niet nodig, tenzij u één maand na de ingreep nog steeds last heeft. Ongeveer een maand na de ingreep kan u grotendeels uw normale activiteiten hervatten. Tintelingen in uw hand kunnen tot wel 3 maanden na de ingreep voorkomen. We volgen uw revalidatie op met onze elektronische vragenlijsten. Bent u toch ergens ongerust over? Contacteer dan uw huisarts. In AZ Herendals doen wij er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Vertel ons uw verhaal via de tevredenheidsenquête of via het contactformulier op onze website.